u moet die geen water geven, hè. Aan die prijs zijn die morgen toch kapot. Ja, kijk hier. Ja, wat wilden u al die prijzen? Het zijn allemaal gepikte planten. Het kan me allemaal niet meer schillen. Het gaat er allemaal uit. Voilà. We staan hier op de Sint-Joepmarkt in Sittard. Jaarlijks wordt deze markt gehouden op 19 maart. Hiermee wordt ook het marktseizoen geopend. Dus zoals je kunt zien staan er van allerlei kraampjes met verschillende soorten dingen. We gaan eens een kijkje nemen. En dan is de verjaardag. En dan is de verjaardag. Hoe kom je vandaan? Van Landgraaf, Ubergo van Worms. Ik heb je speciaal voor Sint-Joep hier naartoe? Ja, zeker. Zijn je vaker hier naartoe gekomen? Ieder jaar. Ja. Hoe kom je speciaal verder? Ja, voor die ene vandaag wat zich van nu op de maat kunt, als we zo gaat. En niet vergeten nemen van u een paling met. Voor de paling? Ja, voor de paling ook. Ja. We komen uit de Apeldoorn en mijn broer die komt uit Zwolle. Speciaal daarvoor? Elk jaar speciaal voor de Sint-Joepen. Dan kom je geloof ik al 25 jaar. Dat is een van de leukste markten van Nederland. Je ziet alle oude collega's weer. Die je gewoon al een maand of 3, 4, 5 niet gezien hebt. En het is gewoon berengezellig. Dat is een van mijn leukste markten die ik heb. Ja, niet alleen qua omzet, maar ook het is nog berengezellig. Wat verkoopt hij precies? We verkopen haakkoning. Om 3 verschillende smaken. Anijs, menthol en eucalyptus. Ze hebben alle 3 hun eigen werking. Anijs, het is heel zacht voor je keel. Met name je maag en je darmen. Menthol maakt de luchtwegen vrij, maar die eucalyptus, die groene, is een wat sterkere menthol met de eucalyptus. Die maakt ook het slijm in de longen goed los. Dus met een vastzittende hoestelkoude benauwdheid maakt het hele zaakje los. Ik zeg ook altijd, het is fluweel voor de keel, rot voor de stok, maar verschrikkelijk goed voor de roepen en de poepen. Dat heb je alles gehad, toch? Ja, toch? Nog veel verkocht? We hebben vanochtend al heel leuk verkocht, ja. Ik had een hele grote voorraad meegenomen, maar als het zo doorgaat, gaan we misschien even los ook vanmiddag. En wat is het populairst vandaag? Ik denk dat de groene vandaag het populairst zijn, maar ze pakken ze eigenlijk allemaal wel. Maar de groene, die merk ik, gaan wel erg hard. Maar die vinden, die is wat pittiger en ja, die heeft ook wel meer functie, zeg maar. Wat ik net al uitleg, hij maakt ook het slijm in je longen erbij goed los. Dus dat is wel erg gewild. Maar de meeste mensen eten het gewoon omdat ze het lekker vinden, hoor. Toch wel, ja. Het is ook naar een oud recept van een Limburger, Jos Vonk. De man leeft al lang niet meer. Mijn collega's hebben dat receptuur overgekocht, jaren geleden. En dat vinden mensen ook nog steeds het lekkerste. Er worden ook veel deppers verkocht op de markt. Die zijn bij mensen die het zelf weer maken. Het is heel suikerachtig, korrelachtig. Kleeft heel erg aan je tanden. En het is met dit niet het geval. Dat is gewoon het beste van Nederland, dat zeggen we allemaal natuurlijk. Maar het is ook zo. Ja. Dus volgend jaar bent u zeker weer van de partij? Bij leven wel zijn altijd, ja. We gaan dus Joep dat niet missen. Wat betekent Sint-Joep voor ergens ondernemer? Sint-Joep betekent voor de ondernemers dat we een waanzinnig drukke dag hebben. Het is altijd 19 maart. Dat is één dag dat hij niet valt. Dat is op een zondag. Dan schuift hij door naar de maandag. En dat is voor ons altijd een super aantrekkelijke dag. Dus vanaf 's morgens vroeg zijn de straten gevuld met ontzettend veel mensen die gewoon überhaupt die dag als naamdag eigenlijk vanuit Jozef, Joep, Joos, Johannes leuk vinden. Maar goed, het verhaal voor ons is gewoon een super interessante dag. Is dat mensen komen allemaal eerder koffie drinken, broodjes eten. Dus het is gewoon heel erg gezellig. Er zijn er mensen die zie je heel lang niet en die komen speciaal voor Sint-Joep naar de stad Sittard toe. Om daar gezellig met elkaar van gedachten te wisselen. En een kop koffie te drinken en wat leuks te doen. En hoe speelt u daarop in? Zijn er nog speciale acties? Nou goed, hetgeen wat we hebben is natuurlijk heel veel publiek. Wat we moeten zorgen is dat het allemaal logistiek fatsoenlijk verloopt. Dus we hebben in de zaak bij ons in Hotel de Limburg hebben een speciale Sint-Joep menukaart gemaakt. Die gewoon compact is, waar mensen uit kunnen kiezen. Waardoor ook gewoon de productie snel kan lopen. En dat we de mensen snel voorzien van een natje en een droogje. Een aantal bezoekers combineert een bezoek aan Sint-Joep met een bezoek aan de kerk om kaarsjes op te steken voor de heilige Jozef. Woher komen ze? Aus Heinsberg. Speciaal komen ze naar Sittard voor Sint-Joep? Zum shoppen. Ja, op de markt brengt immer sehr viele interessante Sachen. Ja, was hebben ze schon gekauft? T-Shirts, Blusen und Blumen. Okay, und was finden Sie von dem Markt? Schön, sehr schön, abwechslungsreich. Okay, waar komt u vandaan? Wij komen van Nieuwstad. Okay, elk jaar komt hij naar? Elk jaar komen we hier naartoe. Dus, we zagen een jaar over, maar man heeft er extra vrij voor gekregen. Dus wat vindt u zo leuk aan Sint-Joep? Gewoon dus rondslaan, gewoon even langs die kraampjes even kijken wat er allemaal te kopen is eigenlijk. Huh? Traditie. Traditie is dat gewoon. Er waren ook verschillende acties voor goede doelen. Zo werd er door het Sittardse fietsteam Gedeelde Smart is Halve Smart voor Café Stad Sittard een 24 uur spinningmarathon gehouden om zo geld op te halen voor het kankerfonds. Het team bestaat uit vrienden en kennissen van Arsène Olieslagers die in 2012 overleed aan kanker. Het Toon Hermanshuis verkocht chocolade voor het goede doel.
U neemt thuis gewoon een complete ui. We gaan die in stukken snijden. 3, 4, 6. Ah ja, maar nee, we gaan niet wenen. Nee, nee, kijk. We zijn al klaar. Kijk, zoals je eroverheen. En nu gaan we gewoon weg aan dat touwtje trekken. En we doen dat 5, 6 maal als we die ui nodig hebben om te stoven in de pan. Moeten dat kleine stukjes worden voor bij de salades, voor bij de saus, dan gaan we een paar keer erbij trekken. Ieder jaar wordt ook de prijs uitgereikt aan de beste standhouder van de voorjaarsmarkt. Deze persoon mag zich de koning van Sint-Joep noemen. De terechte winnares van dit jaar was Lydia van der Ruit. Wij spraken haar voordat ze verkozen werd tot koning, of moeten we zeggen koningin. Waar ik nu vandaan kom, uit Capelle aan de IJssel, onder de rook van Rotterdam. Ja, ik kom speciaal naar Sint-Joep. Speciaal hiervoor naar de Sint-Joep, ja. Staat u al vaker hier? Ik sta hier al, ik wil weinig zeggen, ik denk al 25 jaar. Enkel met de Sint-Joep. Wat vindt u van de Sint-Joep-markt? Ja, als ik het niet leuk zou vinden, zou ik ook niet komen meer. Hè? Daar kom ik 1 keer en nooit meer. Ik vind het gewoon een heerlijke markt en het is voor mij ook een opening van het seizoen. Ja, het marktseizoen gaat weer beginnen. Kijk, ik heb 's winters weer gekookt, maar dan heb je weer heel andere producten dan zomers. En dit is echt het standwerkersgebeuren, gaat weer beginnen. Okay, en wat verkoopt u precies? Vlekkenzeep. Okay, kunt u een uitleg geven van het product zelf? Ik ben nu niet in de demonstratie. Normaal gesproken zit daar een demonstratie aan van pakweg een 20 minuten. Ja, en zolang wil ik jullie zendtijd niet in beslag nemen. Maar het is een zeepje waar je alle vlekken mee uit kan krijgen. Dus inkt, verf, bloed, roet, roes, roeigeloor, karabeleum, nagellak, lippenstift, vogelenkak, mayonaise, tomaten, ketchup, pindersaus, pikkelille, vruchtensappen, make-up, lekker koffie, thee, suiker, kattenpies, hondenpoep. Alles. Ik kan beter zeggen wat er niet uitgaat. Ja. En dat zijn moedervlekken. Oké. Okay. Nog veel verkocht? Ik mag niet mopperen. Ik mag niet mopperen. Maar de dag is nog niet voorbij, dus er kan nog een hele hoop gebeuren. Volgend jaar bent u weer in ieder geval. Als ik in goede gezondheid ben, want ik ben al aardig op leeftijd en ik ben al gepensioneerd. Dus op een gegeven moment dan houdt het ook een keer op. Maar als ik zo voel, als ik zo ben zoals nu, dan ben ik er volgend jaar gewoon weer. Dan koken die aardappels op 5 minuten korter zijn ze al gaar. De Sint-Joep-markt was opnieuw een groot succes. We kijken nu al uit naar de editie van 2016.